kijken naar een nieuwe video. Ik ben net klaar met mijn tentamens en ik kreeg super vaak de vraag van Floor, of nou ja, eigenlijk niet eens een vraag, maar meer opmerking van Floor, als ik jouw weekvlogs kijk, ik raak zo gemotiveerd en ik wil echt bezig voor school en hoe doe je dat? En het is echt fijn om naar te kijken. Nou, allemaal zulke dingen en ik vind dat heel erg leuk om te horen. En daarom dacht ik, god, maar qua leren, ik weet niet, ik heb daar echt zo'n routine in en dat helpt heel erg goed voor mij. In deze video laat ik zien hoe ik plan en heb ik nog wat studeertips voor jullie. En gewoon tips wat mij echt helpt qua leren en motivatie en routine. Dus ben je benieuwd, doe alvast een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en we gaan gewoon snel beginnen. Tip 1 van mij is comfy outfit. Trek een comfy outfit aan. Ik kan niet leren met een leren broek aan. Gewoon een freak outfit, ik kan dat niet hoor. Ik moet gewoon lekker een comfy outfit aan hebben. Waar je gewoon niet over hoeft na te denken dat als je het aan hebt, dat je het niet voelt dat je het aan hebt. En dan kun je lekker gaan beginnen met leren. Dus denk aan een joggingbroek, een legging, een dikke trui. Lekkere sokken, wolle sokken erbij aan, pantoffels, het kan allemaal. Maakt niet uit wat, maar gewoon lekker comfy dat het lekker zit. 2 is dan ook een goede studieruimte. Oftewel, de plek waar jij leert of studeert moet een beetje gezellig zijn. Tenminste, dat helpt voor mij heel erg. Ik leer eigenlijk altijd in mijn kamer. Alles voor school doe ik in mijn kamer. Want dit is gewoon mijn plekje. Dus zorg ervoor dat je een lekker kaarsje opsteekt. Of doe lekkere gezellige lampjes aan van die fairy lights die je bij de Action kan kopen. Zorg gewoon voor een kamer waar jij lekker gemotiveerd van wordt. Die trouwens ook opgeruimd is. Vergeet dat niet. Je kan echt niet leren als jij geen opgeruimde kamer hebt. En ook niet op een stoel of zo pleuren. Want dat blijft gewoon achter in jouw hoofd zitten. Ook al heb je het niet eens door. Onbewust denk je erover na. En dat wil je niet meer leren. Gewoon clean desk. Alles gewoon helemaal netjes. We komen bij tip 3. Tip 3. Ik doe altijd gekke 3. Of noem. Zo. Oké. Tip 3 is dan ook. Vul een bidon met water. Dat helpt. Als jij eenmaal aan het leren bent, tenminste dat heb ik. Ik praat in deze video ook echt wat voor mij helpt. Ik zeg niet dat het voor iedereen helpt. Maar voor mij helpt het echt allemaal heel erg. Maar als ik eenmaal aan het leren ben, dan denk ik niet na over drinken. Want dan ben ik gewoon bezig. En dan wil ik het ook gewoon klaar hebben. Dan wil ik zo snel mogelijk ook gewoon klaar zijn. Dus dan ga ik door. En dan denk ik niet na van, goh, misschien moet ik even een keer wat eten of drinken. Ja, eten eigenlijk wel, want daar heb ik altijd pauze voor. Maar drinken, dat schiet er gewoon niet in. Dus wat ik dan altijd doe, is echt een mega grote bidon vullen met water. Of gewoon een heel groot glas met water. Zodat je eigenlijk gewoon de hele tijd kan blijven drinken. Hoef je niet op te staan, kun je lekker blijven zitten. En zo blijf je toch lekker gehydrateerd. En kom jij aan je aantal liters wat je op een dag moet drinken. Niet dat ik dat doe, maar goed. Hè? Tip 4. Maak samenvattingen. Ik kan er niet bij met mijn hoofd. Wacht, ik pak een voorbeeldje. Ik heb bijvoorbeeld dit als vak. Dit heb ik ook met mijn tentamen aankomende dinsdag. Mega dik boek. Lekker groot, lekker zwaar. Ik kan er niet bij met mijn hoofd. Dat doen namelijk best wel veel mensen. Om dit door te gaan lezen. En gewoon uit het boek te leren. Hoe dan? Hoe dan? Dit boek heeft... Hoeveel bladzijden heeft dit boek? 700 bladzijden. Als ik dit doorlees... Sowieso, als ik iets doorlees, onthoud ik niet wat ik heb gelezen. Laat staan van 700 bladzijden. Dan denk ik niet... Tuurlijk, je onthoudt wel iets, maar echt niet alles. 700 bladzijden, sorry, maar dat kun je gewoon niet onthouden door te lezen. Dus maak gewoon samenvattingen. Dat scheelt echt heel erg. En als jij geen zin hebt om samenvattingen te maken, kijk dan op Stuvia. Nee, niet gesponsord. Ik gebruik het gewoon heel erg veel. Wie weet is er al van een boek met 700 bladzijden een samenvatting gemaakt. Betaal jij er, weet ik veel, 5 euro voor. En heb jij een hele samenvatting voor een heel boek. Scheelt jou weer doorlezen. Scheelt jou weer een samenvatting maken. En die tijd wat jij in die twee dingen had kunnen besteden. Besteed jij gewoon al in het leren. Dus dat scheelt zoveel stappen en stress en tijd. Dus dat is wat ik doe. Ik kijk op Stuvia of ik maak zelf samenvattingen. En daar leer ik uit. Ik kan niet uit een boek lezen. Dat gaat... Oh, ik moet er niet aan denken dat je bij de bladzijde 300 bent. En dat je denkt, nou, dan moet je er nog 400. Dat je denkt, voor mij werkt dat niet. Tip 5. Deel jouw leerstof op. Ga niet als jij, weet ik veel, 2 boeken moet leren. Op één dag ook 2 boeken leren. Of doorlezen. Nee, nee, nee. Dat ga je niet doen. Stel je moet, weet ik veel, 10 hoofdstukken leren. Bepaal dan op een dag bijvoorbeeld. Stel jij hebt 5 dagen, ik zeg maar wat, om te leren voor 10 hoofdstukken. Deel het dan op. Doe dan 2 hoofdstukken per dag. Op dit deel gaan we straks nog verder in wat betreft het plannen. Maar goed, deel jouw leerstof dus altijd op. En probeer niet alles tegelijk te doen. Dat onthoud je niet en dat dikke error in je hoofd veroorzaakt dat. Tip 6 van mij is wees actief. Dus ga actief leren. En wat valt daar nou onder eigenlijk? Nou, bij mij is dat dus praten. Ik praat als ik leer en iedereen in huis vindt dat irritant.
Want dan denken ze, tegen wie praat jij? En dan willen ze gewoon, weet ik veel, iets rustigs doen. En dan zit ik donders te blaren met allerlei leerstof. Ik kan niet lezen, wat ik net al zei. En het onthouden. Als ik iets lees, dan, ja, het wordt niet opgeslagen. Dus wat ik eigenlijk altijd doe, is ik heb mijn samenvatting voor me. En ik ga gewoon dom het opzitten noemen. En dan begin ik weer overnieuw. En dan pak ik steeds wat verder en wat meer leerstof. En dan ga ik weer overnieuw. En dan elke keer ga je zo verder en dan kom je steeds verder. En herhaal je het hele tijd. En omdat je het hardop zegt, wordt het beter onthouden ofzo. Dat helpt voor mij. En dus wees actief tijdens het leren. Tip 7 is maak oefenvragen. Bij ons op school hebben we heel vaak oefententamens online staan. En ik maak die eigenlijk altijd. En dat moet je niet doen als je denkt, nou, ik ga het gewoon even doen, kijken wat voor vragen er komen. Tuurlijk, je kan het al wel even doorlezen, maar voor mij helpt het heel erg om oefenvragen te maken op het moment dat ik al mijn leerstof heb gehad. En dan kan ik goed peilen of ik het nou al ken of niet. En als ik iets niet ken, dan ga ik die stof nog een keer herhalen en dan hoop ik dat ik het de volgende keer wel ken. Dus maak oefenvragen. En stel ze staan niet online of jouw school heeft dat niet of maakt dat niet, maak ze dan zelf. Tip 8 is zorg voor een tijdlimiet. Dus ga niet de hele tijd door met leren tot 's avonds laat en dan kun je de volgende dag weer beginnen en dat je gewoon maar doorgaat in het leren. Wanneer houdt het dan op? Zorg ervoor dat jij 's ochtends opstaat en denkt, ik ga vandaag leren tot 5 uur. Daarna is het klaar. Daarna doe ik niks meer. En dat heeft heel veel te maken met plannen. En daar ga ik jullie zo wat van laten zien. Mijn laatste tip is dan ook plan. Plan. Echt plan. Ik ben echt een control freak. En ik kan niet zonder mijn planner. Ik snap niet hoe mensen dat doen. Als ik namelijk allerlei dingen in mijn hoofd ga van dit moet ik doen en dit. En misschien is het ook slim om dit te doen. Dan dikke kan mijn hoofd echt niet aan. Ik moet het gewoon lekker opschrijven. Van dag tot dag zien wat je moet doen. En zo kun je ook zien of je het gaat redden. Alle leerstof om dat te leren voor de tentamens. Dus echt plan jongens, alsjeblieft. Ik ga jullie laten zien hoe ik plan. En ja, laten we dat doen. Nou, ik plan altijd in deze Marsha planner. Dit is de witte variant met die zilveren bolletjes. En ik vind dit heel erg fijn. Ik maak dus elk jaar planningen. En daarvoor heb ik ook nog allemaal markeerstiften en pennen in mijn marmeren etui. Die eigenlijk wel een keer in de was mag. Maar goed, deze is van de Primark. Dus laten we beginnen. Als boekenlegger heb ik dit kaartje. En die zit hierbij in. Oh, ik hou hiervan. En dan gaan we naar deze week. Deze week heb ik het echt heel lelijk en snel gedaan. Omdat ik nu mijn tentamenweek zie, is het gewoon rommelig en druk. Dus we gaan naar volgende week. Het eerste wat ik doe is, ik pak mijn agenda erbij. En dan ga ik naar de week waar ik moet plannen. En dan zie ik gewoon welke afspraken en zo ik allemaal heb. Dus die hou ik ernaast. En dan ga ik beginnen met het invullen. Nou ja, eigenlijk hier ben ik zo goed als klaar met mijn tentamens. Dus dat is top. Dus hier hoef ik allemaal geen leerdingen meer in te vullen. Ik ga naar de achterkant en dan pak ik wat random stickers waarvan ik denk, nou, dit vind ik lekker relevant in mijn planner. Dus dat ga ik gebruiken. Stap is dus, als ik het een beetje heb aangekleed met stickers, de agenda in mijn planner, zeg maar, toevoegen. Dus als ik die dag iets heb, dan zet ik dat daar neer. Eigenlijk dus gebruik ik mijn planner als agenda. En dan kan ik heel goed zien wanneer ik dus tijd heb om een to-do-list af te werken of iets te doen. Ja, zo kun je gewoon activiteiten plannen, omdat je weet wat je hebt op een dag of niet. Ik ben niet heel perfect met mijn planner, dus ik hoef het niet allemaal mooi getekend of iets. Ik vind het echt super fascinerend en heel inspirerend, maar ik kan dat wel niet. Ik vind het gewoon helemaal prima. In deze vakjes zet ik eigenlijk altijd neer wat ik ga doen die dag. Dus echt een grote activiteit. Hier moet ik een project presenteren die maandag. Als to-do ding wil ik een video filmen, namelijk een full night routine. Nou, en verder heb ik eigenlijk helemaal niks, omdat ik dus een beetje klaar ben met mijn toetsen en zo. En officieel is dit nog je tentamenweek, maar ik heb hier alleen maar projecten en deadlines.
Dus eigenlijk heb ik hier een soort van vakantie. Ik hoef niet naar school, ik hoef ook niet meer te leren. Dus hier zou ik eventueel dus nog kunnen sporten. Hier zet ik dus al mijn activiteiten in. In dit rijtje zet ik altijd mijn to-do. Dus wat ik kan doen op een dag. En daaronder zet ik of ik moet werken of ga sporten. Dus echt werken of sporten. Hier zitten dus ook altijd van die bolletjes. Heel veel gebruiken dat als hoeveel glazen water je hebt gedronken. Maar goed, ik drink gewoon uit één groot bidon. Dus ik zou het niet weten. En ik weet ook niet wat ik met die bolletjes moet. Dus geen idee. Dus ja, dat is die maandag. Nou, die dinsdag heb ik eigenlijk die hele dag niks per se dat ik hoef te doen. Ik heb geen grote activiteit of zo. Dus wat ik wil doen is de winnaar van mijn winactie op Instagram bekendmaken. En verder heb ik helemaal niks. Dus ik zou hier ook nog een video kunnen filmen of iets leuks kunnen doen. Dus die woensdag ook helemaal niks, alleen werken de hele dag. Die donderdag heb ik een deadline van een project. Die deadline kan ik dus bijvoorbeeld hier op dinsdag gaan maken of hier op maandag al. Zo kan ik dat een beetje zien van goh, ik moet hier iets inleveren. Volgens mij is dat om 9 uur 's ochtends. Nou, ik heb hier de hele dag tijd, hier de hele dag tijd. Dus bij to-do kan ik hier bijvoorbeeld neerzetten, bezig voor opdracht. Hier moet ik dus die deadline inleveren en heb ik als to-do, ik ga met mijn nicht shooten in Amsterdam. Instagram foto's maken, dus dat heb ik hier. Dus ik kan die dag zelf er ook niet mee bezig. Dus daarom moet ik dat hiervoor doen. Vrijdag helemaal niks, heerlijk. Die zaterdag moet ik de hele dag werken en dan 's avonds ga ik uit. Die zondag ga ik naar papa en ga ik karten met Sander. Dus dat is heel erg leuk. Dus dat is wat ik doe. Het enige wat ik nog doe is alles markeren. Ik gebruik deze markeerstiften van Stabilo. En wat ik dan heel vaak doe is werken of sporten. Maak ik paars. Hier heb ik tijd om te sporten. Dus zet ik hier neer. Of hier. Ik denk hier. Sporten. En dan kijk ik nog even wanneer ik mij ga inplannen. Welke workout ik het leukst vind. Nou, daarvoor plan ik mij dan in. En ik zou eventueel maandag kunnen sporten. Dus ik denk dat ik dat hier ook doe. En dan kijk ik nog hoe laat ik mij inplan. Zo zijn de to-do's geel. Als ik het heb afgewerkt, maak ik het bijvoorbeeld ook geel. Sporten en werken is paars. Als ik het heb gehad, maak ik het ook weer geel. En belangrijke deadlines of projecten maak ik oranje, zodat het een beetje opvalt. Dus ja, zo is hoe ik plan. Heb ik het dus afgewerkt, ga ik het markeren en dat helpt ook weer. Want zo heb je gewoon overzicht in wat je hebt gedaan en niet. En is het gewoon lekker klaar. Dit was de video. Ik hoop dat jij wat hebt gehad aan mijn studeertips. Nogmaals, dit is niet natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Ik weet niet of het voor jou werkt. Maar voor mij werkt het echt gewoon heel erg fijn. Dus dit zijn mijn tips voor jou. En ik hoop dat je er wat aan hebt en dat ik je inspiratie heb opgedaan. Qua plannen was het een beetje lastig om te laten zien hoe ik mijn schoolwerk plan. Omdat ik dus precies die week wanneer ik moest plannen geen school eigenlijk meer heb. Maar in principe werk ik gewoon op dezelfde manier. Dus moet dat goed te doen zijn. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jij de video leuk vond en dat je er inspiratie hebt uitgehaald. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei!